Who's Who, de nieuwe zakelijke directory of adressenboek, is vandaag geïntroduceerd in Suriname. Het adressenboek is een samenwerking tussen Creative Tech Hub Caribbean en Action Invest Caribbean. De Who's Who is een magazine en ook een webversie waar geïnteresseerde bedrijven geregistreerd staan. Het verschil met de in de Suriname bestaande Yellow Pages is volgens Vishnu Durga, voorzitter van de Action Invest Caribbean, dat in Who's Who er niet alleen een adres en telefoonnummer komt te staan, maar ook wie waarvoor te bereiken is. Wat wij doen met de Who's Who is dat het kan het verhaal van het bedrijf vertellen. Dus je gaat de vision, de mission, de values, hoe zijn ze gestart, wat willen ze precies doen, wie zijn de mensen. Je kan ook foto's van de mensen erin zien. En dus dat is dan apart van wat er gebeurt met zo'n Yellow Pages. En het zijn meer ook voor de bedrijven die echt ready zijn voor groei. Want wanneer je in de Who's Who start, vindt iedereen je. Ja, lokaal, regionaal, internationaal. Want jij zegt nu, je bent open voor business, je bent open voor partnership, je bent open voor groei. En dat is het grootste verschil. Dus het is eigenlijk meer voor de bedrijven die ready zijn voor wat er komt nu in Suriname. Als ik de Who's Who oppak, de contactinformatie voor het bedrijf daar, is normaal informatie dat iedereen zeker aan het bedrijf kan aankomen. En dan veel bedrijven zetten hun CEO, hun business development, hun finance. Dus mensen weten dan precies wie bij het bedrijf zit en op welk niveau. Volgens Anoushka Sonai, founder Creative Tech Hub Caribbean, is het concept Who's Who in zakelijk Suriname geïntroduceerd aan de hand van de ontstaande behoefte naar informatie over bepaalde bedrijven. Om niemand uit te sluiten is dit concept geïntroduceerd, zegt Sonai. Het hele netwerk moet nog eigenlijk goed in kaart gebracht worden van wie doet wat precies in Suriname en hoe kan je deze mensen bereiken. Morgen bijvoorbeeld spreek ik namens de VSB op een forum dat gaat over business opportunities in Suriname. En het is een forum in Trinidad. En daar moet ik vertellen over welke kansen er zijn. En terecht vraagt men me, is er een plek waar ik kan zien welke bedrijven bijvoorbeeld in een bepaalde sector actief zijn? Of kan ik zien wie ik moet contacten als ik zaken wil doen in Suriname? En dat hebben we nu niet. Dus deze directory, zo kan je de Who is Who zien, als een directory, een business guide, die antwoord geeft op dit soort vragen. Die ervoor zorgt dat Surinaamse bedrijven in Suriname beter bekend worden, maar ook in de regio en internationaal. Het verschil is dat, laat me focussen op de Who is Who zelf. De Who is Who gaat regionaal gedistribueerd worden. Hij is een fysiek blad, maar ook een webversion. En in Who is Who gaat het niet echt alleen maar om de contactgegevens van het bedrijf, dus naam van het bedrijf en de contactgegevens van een afdeling. Maar het gaat over de personen daarachter. Dat zie je dus ook in, als je kijkt naar de Who is Who Guyana. De eerste editie van Who's Who in Suriname Business komt in november 2022 uit.